Ik vind het geweldig en ik ben volkomen ontroerd en overdonderd. Vrijdagmiddag werd juf Inge van Vrije School Mareland verrast. Zij won namelijk de D66 Conciërge van het Jaarverkiezing. Ja, Inge is een voorbeeld van een, ja, je zou kunnen zeggen, een ideale conciërge. We hebben heel veel aanmeldingen van voor haar gekregen. Zij maakt heel veel indruk op deze school. Ze zorgt voor een fantastische sfeer. Ze zorgt dat alles piekfijn in orde is. Ze is er voor de kinderen als er even iemand een time-out nodig heeft. Dus is echt iemand die heel belangrijk is voor de kinderen en voor de docenten. En zeker ook voor de ouders. Heel erg leuk, want ja, ik hou van alle kinderen hier in de school. Dus het is een ontzettende, ja, leuke waardering. Ik vind het geweldig en ik ben volkomen ontroerd en overdonderd. De conciërge van het jaar is inmiddels een D66-traditie in Leiden. We kiezen elk jaar de conciërge van het jaar. Omdat, zoals we net ook al hebben gezegd, je kan bij wijze van spreken beter een week de directeur missen op je school dan een uur de conciërge. Hele belangrijke mensen in de school, voor de leerlingen, voor de ouders, voor de docenten. En die verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Totaal niet zien aankomen, terwijl ik altijd alles weet in de school. Heel erg blij mee. Ik vind het ontzettend leuk.